Ja, machten van machten. Dus dan heb je macht en daar nemen ze weer de macht van. Daar is een regeltje voor. En dat is dat als je de machten van een macht neemt, dan moet je die exponenten, dus een 9, moet je die exponenten keer elkaar doen. Dit komt later ook heel veel terug in het rekenen met letters. En dan zijn het niet meer getallen hierboven bijvoorbeeld, maar ook nog eens letters. Daar vind ik het leuk, maken jullie misschien niet, maar dat komt pas veel later. Veel later, misschien in deze tweede klas, dat weet ik helemaal niet meer. We gaan beginnen met a in het kwadraat tot de macht 9. Nou, ik zei het net al, je moet die exponenten keer elkaar doen. Dus deze tussenstap hoef je niet uit te schrijven. Doe ik even voor de uitleg, dat je weet wat ik gedaan heb. En dan kom je uit op a tot de macht 18. Dan gaan we naar som b. En som b is x tot de macht 5. En dat gaan we tot de macht 5 nemen. En wat krijg je dan dus eigenlijk? X tot de macht 5 keer 5. En dat is dus x tot de macht 25. En dan krijg je hem in een keersom. Kijk, dan zit hij in een keersom. Dan krijg je dus 3 keer p tot de macht 10 tot de macht 3 keer 4p kwadraat. Is gelijk a. Nu mis je hier ook een som met plus en min met machten van machten. Kijk eventueel dit filmpje van L9 van VWO 2. Daar zit hij namelijk wel in. Ik begrijp ook niet waarom hij hier niet in zit. Daar hebben ze vast een reden voor, want het boek is fantastisch. Dus alleen ik weet die reden niet. Nou, wat gaan we nu doen? We gaan eerst zorgen, het is één stukje, het is één geheel, want alles zit met punten aan elkaar van de keer. Dan gaan we eerst eventjes deze uitwerken. Nou, dit is dus p tot de macht 30. En dan neem ik de rest over. Dan krijg ik dus 3 keer p tot de macht 30 keer 4p in het kwadraat. En wat wordt dat nu? Nou, als ik die even hussel, dus 3p tot de 30ste keer 4p in het kwadraat, dan krijg ik 3 keer 4 keer p tot de 30ste keer p in het kwadraat. Dan kom ik dus uit op 12 en dan p tot de macht 32. Want de grondtallen zijn gelijk, dan moet je de exponenten bij elkaar optellen. Want voor macht een keer hoeven de exponenten niet gelijk te zijn, alleen de grondtallen bij machten keer. Bij machten plus is het een ander verhaal. Dan moet zowel het grondtal als de exponent gelijk zijn. Nou, dat was hem. Ik hoop dat je er iets van had. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!